was in 1958. Ik wilde graag gaan werken, ja. Dus op 19 september ben ik gaan solliciteren met mijn moeder nog bij natuurlijk. Hè. Hij wilde de puntenlijsten zien, diploma's waren niet belangrijk, puntenlijsten. Hij zei, kun je maandag beginnen? Ik zei, ik ben nog geen 15. Ja, dat mag wel, want dan bel ik de burgemeester wel en dan is er geen probleem. Dus toen ben ik begonnen voor meneer Van der Landen. Ja, toch vreemd. Ja, vreemd om zo te zien, ja. Zijn blik. Ja, goed kijken naar alles, goed in de gaten houden. Gordon. Hey, how are you? How are you today? Well, thank you. How are things at Essex? We kick off Essex on site today, and then gradually ramps up over the next 6 to 8 weeks. Yep. So all on track. All on track. Good to hear. Hey, and then we are going to send some specialists from the headquarters to help the team out for the next quotation round. Where's the location of the customer in Australia? They're down in Melbourne, but the opportunity is for one of their warehouses in Melbourne. Yeah. And also one in Sydney. And the current workload of the teams? Yeah, the current workload is very high. We've got 4 projects in active execution now, so there's a lot to do in 2024 in terms of project delivery. Hey, goedemorgen. Good morning, all. With this project, they really embody change. On the way tourism is done globally, where they're really trying to achieve a next level of comfort for tourists. So they're really trying to change the way that the aviation industry is running. And I think that's setting an example globally. So that really makes this an important project to focus on. Recently, we won an order of Red Sea Airport, which is located in Saudi Arabia, in the completely deserted island. This is purely a luxury airport where the tourists don't need to carry their bags. They are checked in at the resort. They will be carried all the way to the airport and they are sent back to their destination. So it's a one of a kind of a passenger experience or next level experience that we are talking about. Wat bij deze nog wel leuk is, dat ze een aantal maanden terug hebben ook de procesengineers nog een optimalisatie gevonden. Dus bij de keur heb je 2 treeposities. En wat bleek nou, de kortste baan, die kreeg prioriteit boven de langste. Dus ze hebben dat omgezet en daarmee hebben ze toch weer een 20 kolen per uur gewonnen. Dat is forser. En dan liepen ze bij toeval tegenaan eigenlijk. Dat ze... En hij is nou overal uitgevonden. Ja.
Waar wij data voor gebruiken is ook wat we noemen continu verbeteren. Om eigenlijk altijd te analyseren hoe heb ik geperformed en waar zou het beter kunnen. En we willen dat nooit doen op basis van één incident, maar we willen dat doen op veel meer op trends gestuurd. En daar is data cruciaal. En dat beschikbaar stellen voor de andere locaties, kan de andere locatie van ons leren. Dat is ook wel bijzonder dat hij gewoon na 5 jaar na data... Dat geeft dus aan dat hoeveel we daarvoor hebben gedaan en geoptimaliseerd, dat je nog steeds heel veel haalt uit de fase. 20 is best veel na data. Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade die Woche die Lampen rausgebaut, alle schon. Das sind noch die Reste, die müssen jetzt da oben abgeklickt werden. Und das muss jetzt alles weg, damit Van der Lande demnächst beginnen kann, diese Bühne dort zu erweitern. Das heißt, wir werden die Bühne bis ans Ende des Warehouses zu dem Technikcontainer ziehen, verspringen denn da auf einem neuen Level etwas höher Richtung Spiralrutschen. Das ist doch reichlich Stahlbau einzubringen in der nächsten Zeit. Ja, das stimmt wohl. Ja. Unser Projektmanager noch einiges zu tun. Antonio hat genug zu tun, ja. Im Einsatz, das ist das dritte Projekt in Folge. Und angefangen hat der ganze Spaß 2007, 2014, der ersten Erweiterung. Und jetzt sind wir hier bei der dritten Erweiterung. Das Schöne ist, es ist ein sehr großes Projekt. Wir haben hier in sehr vielen verschiedenen Schritten was installiert, immer wieder erweitert. Und wenn es dann fertig ist, ist das ein sehr befriedigendes Gefühl, dass man diese Aufgabe gemacht hat. Na, dann gehen wir auf nach das folgende Projekt 70 Meter Teil 2, doch, Erik? Ja, eigentlich. Ja, eigentlich von, wel. Ja, soort van wel, hè? Het lijkt veel groter, maar er komt nog leeg. Ah, nee, maar die bagagehal die komt tot hier. Maar die logistieke kelder die is zo groot. Maar die zijn, maar ja, nee, maar bagage Zuid. Maar dus die kelder die we gaan maken is 2 keer zo groot als, als Zuid, hoor. Dat volgens mij. Daar komt wel dit te voorkomen. Maar, ja. Maar deze lengte is de 11 meter. Nee, dat klopt. Ja, maar dan maar die, gaat hij verder maar zo. Maar ja, hij is 2 keer zo breed. Dus hij is gewoon 2 keer zo groot, die kelder. Het wordt echt een hele bizar groot gat. We have an immensely large ambition to build a full baggage basement that is no hand touches a bag. And I think that's something that has not been shown yet. So we'll do a lot of proof of concepts together to prove the technology is working, to take it step by step and then deliver. Ik zie gewoon een ongelooflijk mooi systeem voor me. Daar heb ik gewoon echt zin in. Het gaat gewoon gebeuren. Goedemiddag. Het was natuurlijk een echte familiebedrijf. Ik had er altijd belangstelling voor. En mijn broers niet. Dus dat was vrij simpel. Er is ook nooit discussie over geweest, of gesprek over geweest. Ik ben hier zowat geboren. Dus toen was ik fabrieksmaas geworden. En de man die ik heb opgevolgd, Saartjes, die heeft ervoor gezorgd dat ik ingewerkt werd. Een beetje dikkere kop gekregen. Ja, dat kun je allemaal hier. Ja, van niks doen. Kunnen we dat weer? Ik had wel belangstelling voor de techniek. Ja, en dat had de rest helemaal niet. Ja, mijn vader was totaal atechnisch. Ja, hoe gek dat ook klinkt. Dus, en ik vond het wel leuk. Ja. Nou, hier staat onze projector. Zal eens kijken of ik het nog kan na al die jaren. En dat werkt altijd. Dat moet nog lukken. Waar staat hij? Oh, ja, ik heb die wel goed terug zelf. Luister op het vloerrek. Oh jee. Ik hoor deze ding bij. Van wie komt het dan af? Ja, dit is nog uit voor de 60er jaren, nog niet? Nee, ik denk half 60 jaar. Ja, half 60. Ja. Gordijnen wat dicht. We moeten wel allemaal op de eerste rij gaan zitten, willen we iets zien. Een bril op.
Maar we hebben toen een aantal 16 mm films uitgezocht, hè, die ons wel interessant leken. Zit er niks bij van een pikkaart, zoals die bij Technische Humor? Nee, hier heb ik net iets van een keuze gezien. Oh, dat is een tic-tac-lift. Oh, dat is mooi. Zet die eens op. Dat is een geweldige uitvinding van Eddy van der Landen hemzelf. En die hebben we nog verkocht ook. Het stadhuis in Tilburg, 40 meter hoog. Maar het werkte wel. Ja, ja. Zo inefficiënt is, ik weet niet wat. Ben jij klaar, Henk? Ja, 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 maar dan doe ik het licht uit. Ja, ik kan er wel in. Is dat hier een fabriek? Ja. Nee, het zijn twee liften naast elkaar. Die zijn gewoon werken. En ze keurt tegelijkertijd van beneden naar boven en ook van boven naar beneden. En als hij boven is, geeft hij het pakketje over op de volgende en dan gaat hij weer zo. F7. Ja. Bagage dreigde de bottleneck te worden voor de groei van de luchthaven. We hadden te maken met verouderde systemen. Dus die factoren samengevoegd, zo ontstond het 70MB-programma. De verbetering en uitbreiding van de bagagefaciliteiten op Schiphol om de toekomst mogelijk te maken. Om 70 miljoen bags per jaar te kunnen verwerken. We wilden ergens enig jaartal 70 miljoen bagagestukken kunnen faciliteren. En dan was het huidige systeem destijds niet voor geëquipeerd. En er zat ook heel veel een soort lappendeken van met name besturing zat erin. Die wilden we ook eruit. Dat alles ook goed met elkaar zou samenwerken over alle gebieden heen. En dat was daarvoor gewoon een drama. Ja, je zag dat het vooral ook op de overslagmomenten van het ene systeem naar het andere systeem vaak fout ging. En dan, ja, dan gaat hij dus niet mee met de passagier. Dat was, En daar hadden we iets te vaak de voorpagina van de Telegraaf gehaald. Eind jaren 90, begin jaren 2000. Door, jongens, dan moeten we echt dat imago moeten we echt gaan omtunnen. En dat is volgens mij best wel heel goed gelukt. Ja, dat is heel goed gelukt. Ja. Van der Landen exists for 75 years. Over 50 years, Schiphol is part of that journey. And there's been moments of true innovation where we were one of the first airports worldwide to implement things. Whether it's energy efficient or cradle-to-cradle belts, conveyor belts, or whether it's actually innovation on working conditions. Ik weet dat we uiteindelijk ook de ultieme test waren. Toen hadden we 12.000 koffers gekocht van alle mensen van het kantoor uitgenodigd om mee te gaan testen. Ja, en gingen allemaal koffers opgooien en dan weer 12.000 koffers dat systeem in om hem onder druk te zetten. Kijk jongens. Doe dit systeem wat het moet doen. Dat zijn wel dan hele mooie dingen om dat dan met zo'n team met elkaar te doen. Van de Landen die bereidt het dan voor. Je had zo'n testjongens, zo'n testclub. Midden in de nacht. Koffie drinken, zo'n keetje. Dan hadden we koffie en koeken. Ja, dat waren mooie tijden. Maar dat zijn uiteindelijk dingen die het leuk maken. En helemaal als het dan lukt. Ja. Dat gaat met vallen en opstaan. En in een goede partnership, in een goede relatie kan dat. En kunnen de vonken er vanaf vliegen. En kan je dan daarna ook weer een biertje met elkaar drinken en zeggen, oké jongens, we gaan weer dezelfde kant op. En dat is heel belangrijk en dat hebben we met Schiphol en Van der Landen in die combinatie veelvuldig meegemaakt. The Stortford project for Woolworths here in Sydney, we've got some continued challenges out there, but the team are on top of it. I spoke with the Woolworths executives today. They're still very happy with how things are progressing. So that's all. Oh, that's good. Yeah. Any other topics from your side? We want a new pocket sorter in Japan. Yes. That is, well, we did not want it yet. Nike already awarded it to Tico. So it's the pocket sorter is part of a bigger project, bigger solution. Yeah. But it's good. There will be the second then, and the third to come, hopefully. Yeah. Jordan, thank you for the info. I wish you a lovely evening. And most probably we talk tomorrow again. Thanks, Lodewijk. Have a good day. Okay, bye-bye. Bye.
Ja, dat is mijn leven. Mijn leven is dat ik dat de werker altijd te vroeg gaat. En dan begint het bellen met ver weg Istanbul voor ons. Met Australië, met Japan, met Singapore, China af en toe. Nou, dan kom ik hier aan en dan gaan we de rest van de agenda afwerken. Alles is ver weg in APEC. Dus de middag gebruik ik hier om de dingen uit te werken die we nodig hebben in Azië en Australië. Dus zo gaat dat. Well, I've been driving bike across many places in the globe, but over here it helps that it doesn't rain a lot. So in the Netherlands, I don't drive my bike too much. Over here, I drive daily to work. America probably is a bigger cultural difference than you would think coming from the Netherlands or Europe. Hey. Hey. Gelukkig met je Delta. Absoluut. Absoluut. Ja. Dat punt mannen over. Oké, dan laten we met die kant op lopen. Oké. But it's exciting. So I would say opportunities in the US are certainly bigger. But also, you know, living in LA, it's a beautiful place to live. Pretty. What's your perception of LA? Ocean mountains and a big city. Compared to the Netherlands, there's no restriction at all. You can swim in the ocean, go skiing at the same day. You can do everything here. It's next to work, yes. It's work hard, play hard. Well, looking at this, we're almost at the end of the project. A few years of work. Just a few years of work. Yeah. I think we're certainly really, really pleased. I mean, the partnership has really come together. Not that we haven't had our challenges. Well, I still remember that we came in one weekend and pulled it off at 4 o'clock in the morning, I think. Yeah. Well, I recall the taper lock issue where we, had a problem with suppliers and assembly and wound up having to touch every single drive in the building. I mean, it was... No, it was a good example whereby we had an issue with a component, but also needed to work within your operational window to get it fixed. And I was acknowledging, we have an issue which we need to fix and get it fixed in a way which works for you as well. Yeah. But those are the moments that kind of bond you as well. Like everybody's pulling towards a common, a common goal. LAX, it's claimed the fame in the world, and it's the largest origin and destination airport in the world, meaning more people start their trip and end their trip here than any other airport in the world. That means we're going to handle more bags than most other airports would handle. To me, it's the basic thing that the airport operator facilitates. We create a building, but we're not going to be selling you the ticket. We're not going to be providing the actual flight. We need to make sure we get your bag from the counter to the airplane. It's not just the passenger's journey, but the baggage also has a journey. And if that bag doesn't end up where it's supposed to on the other end, then our customer didn't have a great journey either. So it's very core to our values. To condense it, we want to be sure our passengers are happy. They leave on time with their bags. And when they're coming the other direction, they arrive on time and they get their bags and have a great experience. Happy passengers on time with their bags. Wie lange stehen die hier beim Andocken? Wie lange sind die jetzt hier am Platz? Diese hier, die meisten 90 Minuten nachher ungefähr. Ne? 90 Minuten? Also 90 Minuten und 90 Minuten bis 2,5 Stunden. Kürzeste Fenster ist 90 Minuten.
Flugzeug entladen, sortieren und wieder einladen, das ist schon, Ja, das ist ambitioniert, ja. Ja. Hub Leipzig is the largest facility that the DHL Group has in the world and is the biggest of our intercontinental hubs worldwide. And we have the largest amount of flight, largest amount of freight. So we are one of the central nodal point of the air network of DHL Express worldwide. So pretty relevant, I would say. Our mission is simple. We are here to connecting people, improving lives. And to do that, we need to rely on a number of factors. Number one is people, our people. But number two is the ability to process up to 500,000 pieces per night and connect each and every one of them to their next destination. The main component is a reliable sorting system that take good care not only of standard packages, but also of small documents envelope. And at the same time, we were desperately looking for somebody that could partner in creating something really innovative, which can carry very large non-conveyable parcels. Und dann aktiviert hier den Lift und dann wird der beladen Tray in den Lift hineingefahren. Ja, ich denke, stolz sind wir alle, vor allem auf das Lux-System, muss ich sagen. Das ist ein Prototyp, ein weltweiter Prototyp, der läuft nirgendwo anders, außer in abgespeckter Form ein paar Kollegen von uns in Hongkong. Aber, und es funktioniert, das ist eben halt das Entscheidende. Da hatten wir am Anfang viele Kollegen auch, die da skeptisch waren, ob das später mal funktionieren wird, aber es funktioniert und ist ein absolutes Erfolgsmodell. Dat is een tubsysteem die we uit de baggagewereld hebben kunnen kopiëren. Enigszins kunnen aanpassen dat het ook geschikt is voor producten in de parcelwereld. Hebben dat product ontwikkeld op project in DHL Leipzig en dat in het geheel weer samengebracht. Ja, en daar staat dan een oplossing die DHL Leipzig daarmee zo bijzonder maakt. The people, the sort system, obviously the full airline services and the ramp activity. All of these is what enable our mission. But inside the warehouse, the source system is the beating heart of our operation. I'm Jennifer. Angeline. Nice to meet you. So I'm here for 2.5 years now, but it already feels longer and shorter. For me, it's 45. Wow. Yes, I know. How was Van der Lande back then? How big was it? Oh, well, it was a bit smaller than this. I can imagine. Yeah. We only had one building over there. Building one, I don't think there were so many much less people, right? Yeah, 150. Would you like a coffee? More than 10 times. Yeah, I will get one. Okay, just join me. Oh. You will get one. Oh, thank you so much. Ik ben begonnen in 79 aan de receptie. Ja, daar heb ik denk ik, ja, ik weet het allemaal niet meer precies, maar ik denk een jaar of twee, drie gezeten. En toen ben ik samen gaan werken met Didi. Op het secretariaat? Op het secretariaat. Ik ben begonnen in 17 augustus 1970. Als assistente van de toenmalige directiesecretaresse Hanny. Onze personeelschef van hier, Ad van den Berg. Ad van den Berg, ja. Die kwam bij ons thuis kijken uit welk van nest dit kwam. Gewoon kijken wat voor mensen het waren. Want dat was toen heel belangrijk. Ja, heel belangrijk hoor. Ja. En toen deden we heel veel, hè, Dini. Och. Echt, we hebben echt werk geleerd. En overal in betrokken. Ik wist bijna echt alles. Ja? Scherp stellen, of niet? Ja, dan moet je eerst beeld hebben, hè? Perspectief. Dit is de
standaard Rappische landen introductiefilm voor in het algemeen voor klanten. Nou, mijn vader wilde nieuwe producten. Dus die is op Rapenstam gestoten in zijn reis door Amerika. Rapenstam is ook een familiebedrijf. En met die twee families ging heel goed samen. Ook de uitwisseling van techniek liep altijd gestroomlijnd. Dat was nooit bonje. Het blijft leuk, hè? Hoe vaak je hem ook ziet. Charlie Chaplin, hè? Ja. Bulls. Dat is een van de systemen waar we heel trots op waren, voor Bulls. Te midden van de vele vergissingen die onze vaders en grootvaders hebben gemaakt, neemt de verkeerde beoordeling van de macht van de machine een geheel aparte plaats in. De mens van nu en morgen weet beter. De mens is niet de slaaf van de machine geworden, het tegenovergestelde is waarheid gebleken. Kijk, dit is dan beeld van de jaren 70. Hè? Wat doe je er allemaal voor? Je moet de mechaniek laten werken, dan heb je zelf een mooi leven. Kun je op reis gaan, kun je in het gras gaan zitten en zo. Dat was het idee. Ja. Hoe heet zo'n ding ook alweer? De pika. We hadden niet zo'n pika zoals we bij de technische unie staan. Nee. Dit was de voorloper van, denk ik. Wij zien. De ramp is dan, conveying equipment. Ja. Tjee, de kantine. Niks veranderd in 40 jaar. Zelfs de entree is nog hetzelfde. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen Koeleman. Frans Laurens. Tegen Genie. Welkom bij de Mogelijkmakers. Nou, ik ben benieuwd wat we gaan zien. Hey, ik denk een feest der herkenning. Goed, die is de sorter. Ja, die hebben jullie toen ook neergezet. En hij is in 1990 nog een keer verlengd. En in 1998 zijn er nog meer banen bijgezet eigenlijk. Vroeger stond hier ook nog een andere soort, toen die in 1980 geopend werd door Prins Klaus, kan ik me nog herinneren. Correct. Ik heb daar trouwens, misschien leuk om zo meteen te kijken, nog een fotoboek van. Echt? Ja. Leuk. Oh, en dit zijn nog onze banen. Dit is van de landenbaan, ja. Correct. Het draait nog steeds. Dat, we hebben wat uurtjes ondergelegen destijds. Ja, en als je de rollen maar goed afstelt, dan blijft dat gewoon goed lopen. Ja. Ja. Museumstuk. Ja, mooi hè? Ja. Nou ja, goed. Hier heb je in je jeugdjaar aan gewerkt. In 1980 is het, dat draait het al. Ja, nog steeds betrouwbaar. En hoe lang het nog meegaat, ik heb geen flauw idee. Er wordt al jaren gezegd, het gaat weg. Tja, ongelooflijk. Ja, hè? Ja. Kun je dadelijk eens erin stappen en een stukje rijden of zo? Ja, natuurlijk geen probleem. Ja? Ja. Nou, kijk, als je daar nog ziet, heb je nog zo'n oud bordje van de vorige eigenaar van de landen, Rapenstam. Ja. Ja. Rapenstam had licentienemers voor Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal. En de Engelsen zaten trouwens ook nog in Scandinavië. Oh ja, de bak heeft hij ook aan boord, hè? Ja. Maar toen de gelegenheid zich voordeed, heeft mijn vader meteen gezegd, nou, België komt vrij, dan nemen wij die. Toen Frankrijk vrij kwam, Frankrijk gepakt, Spanje gedaan in 68 of zo. In 71, denk ik, hebben we ook Duitsland erbij gekregen. Maar als je die kans krijgt, dan moet je hem wel pakken. Ik zie dat hier nog alles analoog is. Tegenwoordig is alles digitaal. Ja. Maar hier zitten nog gewoon simpele drukknoppen en hele simpele lampen. Het functioneert gewoon, ja. Het is allemaal veiligheid tegenwoordig. Nou, hier heb ik dan een aantal boeken gevonden nog van Rapenstam.
met tekeningen en noem maar op eigenlijk. Misschien zeg ik je nog wel wat, hè? Nou, kijk eens hier, wat hier nou staat. Mijn naam, 2 oktober 1979. Pneumatisch schema van de pellenbanen. Geweldig. En dit is het fotoboek. Ik denk dat we het best even boven kunnen gaan zitten. Dan kunnen we neem hem mee? Zal ik hem meenemen? Ja, is goed. Kom. We lopen de trap op. Dan gaan we hier weer naar rechts. Rechts. Ik heb heel gauw even ingekeken op vanmorgen. Had iedereen ook een stropdas om? Ja. Dat is ook uit de tijd. 19 mei, het moest klaar zijn, als dat maar lukt. Als dat maar lukt. Ja. Dus er waren toen ook al vraagtekens soms over de planning. Ja. Kijk. De opening. Ja. 10:30 aankomst zijn de Koninklijke Hoogheid Prins Klaus der Nederlanden. In gezelschap van zijn particulier secretaris. En dan gaat het nog door met een hele rits aan hoogwaardigheidsbekledingers. Leuk. De periode met Raperstam was voor ons van cruciaal belang. Er kwam een einde aan omdat Lier Siegler, beursgenoteerd conglomeraat, Raperstam kocht. En toen werd Lier Siegler overgenomen door Forsman Lidl, ja, een private equity club. Nou, dat was het laatste wat we wilden. Het was een groot gemis toen wij de buy-out deden. En werknemers participeerden ook. Hè. 5% van de aandelen zijn gekocht door wat heet de werknemersparticipatiemaatschappij. En het bedrijf kreeg toen ook vleugels. Toen zijn we echt pas gaan groeien na 88. In 2008, at that point of time, the airport's international customer center felt a severe shortage of controls engineers who would engineer and commission the airport projects across the globe. And then they decided to form a team in India. So Voice is basically adding value to various offices of Vanderlande by providing background services. In fact, India has a huge heritage in being the global hotspot for outsourcing of offshoring activities. And in that sense, in all honesty, what we're doing as Vanderlande is nothing unique to Vanderlande. Starting very, very small, you know, it were 5 people, then working from the Mumbai premises. And in fact, it's step by step, it grew a little bit further. So, and also very natural in what are the elements that we as Vanderlande need in a project. Primarily, it was for airports and controls domain. But gradually, this became successful. And then people started thinking, if we can do controls, why not hardware? Why not IT? Why not mechanical? And slowly, we started adding up different support activities from here. Then we said, okay, if we can do in airports, why not in warehouse? Why not in parcel? And so on. So this is like Vanderlande miniature sitting in Pune office, supporting all different functions. This bag is going from here to arrival section through this tunnel. Here, the Red Sea Airport, it's north of Saudi Arabia. It's surrounded by these islands where the luxurious resorts are located. And here in the middle of nowhere in the sand, desert, we have the airport. The passenger is supposed to drop his bag at this location? Yeah, this is one of the options, right? This is one of the options. Customer is requesting us to deliver it on around December this year. It was really a short span of time.
We are trying to cope up with their request because customer is first. With all these global challenges like supply chain and all those things, everybody is working hard to get the things done or delivered within the stipulated time. What we experience from the descriptions in the supply markets is that we are having difficulties getting the components we need to deliver the equipment to our projects. That has directly to do with the huge amount of demand there is for raw materials, for components across industries. But that's equally the case for our suppliers and their suppliers and their suppliers. We 生产基地可以应对Vanderlande在北美的需要，这样就可以做到国际化，包括本地化，近距离地服务北美市场。So all of this comes from your factory. That must make you proud, I think, or not? Sure. Very lucky. Yeah. I can imagine. Yeah. En wat gaan we kijken? Of staat er dan niet op? Far East Laboratories Japan, ja. De rest is in het Japans, dus... We zijn nog op Japanse les geweest, dus eigenlijk moesten we het weten, hè? Maar... Voor Daifuku nog? Met Daifuku zijn wij op Japanse les geweest. Ja, ja, ja. Jij ook, Dini? Ja? Ik moest mee met vanmorgen, ja. We misten minilood en stekkerkranen. En Daifuku was toen verre de grootste op miniloodgebied, ja, wereldwijd. Ik ben naar ze gepraat enzovoort. En zij voelden er wel voor om samen te werken. En zo is het geleidelijk aangegroeid van een samenwerking tot een participatie. En eigenlijk een overname. Yes, I did it. Kijk, kijk, goed zo. En dan komt de vraag natuurlijk, ja, waarom is dat fout gegaan? De cultuurverschillen waren gewoon groot toen. En we hebben er, vind ik, alles aan gedaan om die cultuurverschillen te overbruggen. Ja. Had ik nou maar de cursus afgemaakt, hè? En toen hebben we die aandelen teruggekocht. Dus toen hebben we een groot aantal werknemers weer geparticipeerd. Opnieuw, ja. ...2012 was volgens mij dat we de eerste afspraak hadden. Toen, nou ja, je ziet hier eigenlijk het restant lege oude hal, noemen wij het ook zo mooi, van waarin eigenlijk het manuele orderpikproces zat. En dat betekent dat je hier eigenlijk gewoon op de piekdagen 120 man rond had lopen. Nou ja, arbeid is moeilijk te verkrijgen. Capaciteit is ook beperkt, omdat je alles op de begane grond moet doen. Dus toen zijn we eigenlijk met Wilco in gesprek gegaan om eigenlijk te kijken van, kunnen we hier een goede gemechaniseerde oplossing maken? Volgens mij hadden jullie drie requirements. Er moeten 3000 of 3200 SKU moeten erin. We willen 4 keer de productiviteit willen hebben. En het moet in de bestaande vloeropervlak zijn. Ja. En kom maar met een idee. Dus dat was, heerlijk. Dat was voor jullie. Heerlijk. Leukste opdracht die er zijn. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is toen eigenlijk de start geweest. Ja, dit is... Blijft dit toch altijd indrukwekkend eruit zien? Net alsof je dan bij zit te dromen bij de zee. Dan was je hier naar kijken. Ah, de zee maakt niet van herrie gelukkig. Wij waren de eerste, samen met Woolworths en Leclerc, die met dit systeem aan de gang gingen. Dus ja, je komt zaken tegen. Maar de performance naar de winkels, die staat echt bovenaan. Want wij zijn het magazijn van de winkel. Hè? Dus dat betekent dat ze helemaal afhankelijk zijn van onze aanvoer. En we zijn gewend om handmatig te werken. Op het moment dat het tegen zit, dan haal je 20 man van de vershal. Hiernaast haal je erbij. Met z'n allen zet je de schouders eronder. En dan ben je weer klaar. En met een gemechaniseerde oplossing is dat anders. Je kan niet harder werken, want de robot gaat niet sneller stapelen dan wat hij kan. Dus dat betekent dat je eigenlijk slimmer moet gaan werken. Was somebody busy with the non-convailables full? Because it's off. Yes, I sorted it. You can try to start. Ja, just it. Thank you. Zijn jullie operators, die hebben continu feedback gegeven. Moet die train hier stoppen of moet die 20 centimeter links naar rechts?
Ik denk dat dat ook heel veel... Ja, maar ook dat op een gegeven moment onze stacking software mensen, dat die inderdaad met jullie mensen inderdaad gingen, oké, maar hoe ziet zo'n holcontainer nou uit die eruit gaat? Praktisch zijn natuurlijk, bouwen. Ja, precies. Er zijn natuurlijk mathematici die dat aan het maken zijn. Ja. Maar het is niet alleen maar 0 en 1. Ja. Precies, dat is een mooie stap. Ja. Ja, goed, daarmee sprongen we wel lekker in het diepe. Ja, dat was. Dat heeft wel eens wat, wat storingen gegeven. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ja, maar mooie dingen. Mooie momenten, ja. In het systeem hebben we ook best wel wat nieuwigheden toegepast. Ja, kratjes. De kratjes, daar ben ik het meest trots op. Want op de duur werd het duidelijk dat we 137.000 plastic trays in het systeem moesten hebben. En duurzaamheidsprogramma, dus ik zei tegen de projectmanager, kunnen we daar niet ander materiaal gebruiken, recyclingmateriaal gebruiken? Moeilijk, want ja, zo'n krat houdt het dan wel 10 jaar. Zijn we toch een test gestart. Het NND-niveau van de landen heeft ook een stapje naar voren gedaan van, ja, toch wel risico, het bestaande laat je even los. En ja, het is gelukt. We hebben 137.000 trays van gerecycled plastic erin zitten. Dan denk ik, ja, dit is wel heel tof dat je baanbrekend kan zijn in de markt. Dat innovatieve, dat is innovatief is echt heel tof. Duurzaamheid en het verschil maken voor die klant. En dat is heel gaaf als je daaraan mee mag werken. En het allermooiste vind ik dat het niet alleen bij ons is, namelijk, maar dat ook voor alle volgende trajecten dat de standaard, van de standaard is geworden. Kijk, we hebben er nog één, Rijn. Ah, nog twee. We moeten allemaal motoren vervangen. Wat je momenteel ziet zijn divert switches van een hele snelle sorteermachine. Een soort lattenbodem waar klompjes op zitten en die klompjes die schuiven het product eraf. Onder die lattenbodem zit deze divert, zeg maar. En die zetten eigenlijk het klompje in beweging. En deze zijn gebruikt, die gaan wij repareren, remanufacturen. Dus we gaan hem compleet uit elkaar halen, uitzoeken wat er mis is en weer opbouwen. Remanufacturen wordt vaak een beetje verward met een term als refurbishing, bijvoorbeeld of rework of repair. Maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Want naast dat je het eigenlijk terugkrijgt en het maakt dat het werkend krijgt, maak je het eigenlijk weer als nieuw. En je leert er heel veel van. Dus je ziet van hoe gaat zo'n klant nou met zo'n product om? Wat slijt nou het hardste? Dus je krijgt heel veel nieuwe inzichten, waardoor je ook jouw ontwerp weer kan verbeteren. Dan wil je hem eigenlijk weer upgraden naar het laatste design. Ik heb hier wel mijn hele insert uitgehaald, ja. Bij de High Capacity Divert, hè, daar gaan wij tot 24.000 producten per uur. Ja, dat zijn ongeveer 7 per seconde. Zo vlug gaat dat. Dat is dus wel waar we nu van leren. Dus voor de vervolgvarianten zeg maar, van deze, dus de nieuwste varianten, daar wordt het remanufacturing helemaal meegenomen in het design. Dat je nadenkt over hoe makkelijk je onderdelen kan wisselen en zo. En ook wat je wilt wisselen. Misschien heb je een onderdeel doorgerekend, dat blijft gewoon altijd heel. Maar wat van dat deel kun je zeggen, laat dat dan maar het slijtdeel zijn. En maak het dan ook zo dat dat het slijtdeel is en eenvoudig uit te wisselen is. Ja, daar moet je over nadenken. Voor de e-kelder, de 137. Oh, ik zie dat je erbij staat. Dankjewel. Hij gaat nu weer terug naar zijn startpositie om alles weer te herberekenen, zodat hij weer uiteindelijk bagage kan opmaken. Je wil gewoon dat mensen goede arbeidsomstandigheden hebben, dat we duurzaam omgaan met de mensen. Dus de shower wordt meer een operator in de toekomst. Dat is de kant waar we op gaan. Bij 70B was het doel dat we mechanisatie en robots in gingen zetten om meer te kunnen doen met dezelfde mensen. En dat is dus bij de huidige opdracht echt wel anders om daar ook weer nieuwe technieken in te gaan zetten om dat dan weer te faciliteren. Maar we hebben gezegd van, joh, luister, we willen gewoon de partij hebben die ons het beste naar een punt op de horizon kan toebrengen.
Je zult ook zien dat de AGV's, dus Automated Guided Vehicles, toegepast zullen gaan worden. En er zijn ook al rijtesten bezig om van het vliegtuig helemaal met een AGV hier naartoe te rijden. Om het systeem zo goed mogelijk gemechaniseerd op te leveren. En dat is wel een uitdaging. Dat is wel een interessante uitdaging. I joined April 2023, so very new into Wonderlande. I have teams in Wegel, Dortmund, US, India, so a really multicultural setup. This was the first global role from Pune, so that also makes me feel proud. And after I have joined, more global roles I've added into the team, so which is great. Thank you, Sunil. But having said that, I love the multicultural setup. It makes you more open and accepting, right? You sometimes get rigid if you don't have exposure to different perspectives. Wonderlande in the company and the people are realizing that it is important to focus on software. When it comes to customers, you don't just want to sell equipment, right? You want to sell a solution. And I think that's where software comes in. And the more it is platformized and standardized, the more you can scale up and offer that to multiple customers. Okay, so this is our IT department. I have recently completed my education in computer science. And COVID came and everything was shut down. And this was the time me and my friends had to get a job. And I got to know about Lighthouse communities. And they asked me for internship. It's a space for young people who are between the age of 18 and 35, who reside in urban, low-income slums and informal settlements. We actually partner with corporates like Wonderland and request for operational expenditure such that young people come and get vocational skilling as well as life skills. And basically, they can take the first step towards their livelihoods. So that's essentially the objective of the program. The space is basically given to us by the government. And of course, all of the operational expenditure comes to us from Wonderland, particularly for this center. And we've had this partnership since December 2021. And since then, about 750 young people have benefited from this center alone. Okay, so this one is my favorite actually, because yeah, I can see the laptops now, IT related everything. Then there was this one day, people from Wonderlanda came to Lighthouse and the head of Lighthouse asked me to explain everything about Lighthouse. And this was my first interaction with foreigners actually. But I wasn't aware that I would get an opportunity to interview here. There have been a series of visits from Wonderland, and also they have visited homes and communities and spent time with young people and their families to fully understand what happens in Indian context. So really significant impact in individuals, both from Wonderland as well as the Lighthouse team here. I think a lot has to do also with the social responsibility for a large organization like Wonderlanda, and especially doing it in countries where there is an actual need. Because India is a very diverse country. We have a lot of talented people, but we also have a lot of people who are in need of support from organizations like us. So if I may say, this has been my dream since I was quite young, to also create a difference to society. And professional and personal purpose coming together is really great. Well, going backwards, it's LAX, it's Toronto in Canada, Muscat, Louisville back again. I went to London Heathrow. I worked in South Korea, worked in Africa and in Ethiopia, almost every country in Europe, everywhere. I just love to travel, and it is just the opportunity what you get. And Wonderlande created an opportunity for me.
Het systeem hangt volledig af van het plafond. Overal plaatsen wij bracing voor puur het bewegen van het systeem op te volgen. In verband met een aardschok of een earthquake. Dus typisch LA is een van de weinige plekken waar dit echt gebeurt. Er zijn heel veel aardschokken, heel veel kleintjes. En heel af en toe heb je wat grotere. En er komt een grote, zeggen ze. En ja, dit is alles wat ervoor gedaan is. Ja, alles is berekend voor locatie binnen een hoek van 5 graden. Dus de impact is heel groot bij Enzeren. Hier zien we eigenlijk het hele rijtje van de Toyota AGV's rijden. En dat is best wel een mooi gezicht natuurlijk. Deze voertuigen zijn eigenlijk heftrucks die onbemand zijn. En die noemen ze AGV's, Automated Guided Vehicles. Maar de uitdaging die je eigenlijk hebt is, je hebt hier machines staan en die produceren gewoon de hele dag, 100%. En wat je dus moet doen, is dat je vooruit gaat werken. Dus alles wat je hier produceert, moet je tijdelijk dat neerzetten tot de vrachtwagen daadwerkelijk geladen kan worden. Nou, dat was iets wat, dat bestond nog niet. Dus de techniek van die voertuigjes, die bestond wel. Nou, wij gingen in één keer 5 stappen verder. Nou zie je dit. Ja, dit is gewoon prachtig om te zien. Good morning, everyone. Meeting and exceeding the expectations from our customers has always been the driver behind TECO's business expansions. Deeper knowledge or broader knowledge about the customer brought us to understand that the automated solution business is very, very important. So therefore, we decided to strengthen automated business outside Japan. In front of it. Since the beginning, when they finally then took over in May 2017, they've treated us with a lot of respect. So far, a very good shareholder, which has allowed us to manage and guide and lead the company as a relative independent entity. Fundaland is also the family-owned company started. And TECO is also a family-owned company. I consider that the both companies respect family type of atmospheres in the team and customer-oriented thinking. So we have many, many similarities with Fundaland. That is a success, I think. Hey. En? Bijna klaar. Bijna klaar om te gaan. We zijn nu bezig met een opstelling om het proces van rolcontainer ontladen bij parcelklanten te automatiseren. Het ontladen is een van de zwaardere processen die we nu zien. En dat is dus typisch een van die posities waar we de werknemer willen ontlasten door dat soort innovaties te doen. Ja, we gaan even de video kijken voor de recirculatie. Om te kijken of de timings kloppen. Het lijkt nou dat... This one needs to wait a little bit longer. Yeah, but that one needs to start a little bit later. Er is nu ook een tenderfase waar dit in meegaat. Waarin met de testresultaten dadelijk gekeken wordt van ja, kan het naar de volgende fase? Ja, je weet ook niet zelf of het gaat lukken, ja of nee. Het kan ook falen. Ja, dat is ook een optie. Het moet ook kunnen falen. En die ruimte moet er ook zijn, want dat is natuurlijk ook de hele reden waarom we innovatie doen. Zorgen dat het hier faalt en niet als het dadelijk bij de klant staat, want dan hebben we wel de problemen. Ja. Dus ja. Ja, dat is voor ons best spannend. Ja. Being bold, being prepared to take some calculated risks or gambles, yes. We need that. We need to be bold in the market. The power is in the team. So yeah, bring up challenge, but also bring some sort of, well, I'm thinking about this. What do you think? Or and then it makes a really interesting conversation. When I started with VR, it was a small company compared to what it is now, and you had that really that family feeling, and I think that's still there. Verlander virus hebben ze al over gesproken. Ja, Verlander virus, ja.
En als je ooit in het buitenland komt, op je vliegveld en zo, je ziet al bepaalde producten die wij hier gemaakt hebben. Dat is wel mooi te zien. Ja. We hebben denk ik toch allemaal nog steeds het Van der Landen gevoel, Dini. Ja, je bent hier al je hele leven. Ja, we hebben leuke tijden meegemaakt. Ja, ja, ja. Ja. Zeker. Ja, ik denk dat je mensen moet betrekken bij wat ze doen. De slogan, in a world of technology, you believe in people. Ja, is actueel, ja. Je kunt niks zonder mensen. Zonder people geen technology, hoor. Zo simpel is het. I encourage people to challenge. Concentrate on the core, concentrate on the focus and look after each other, work with each other better. And I think that's what we where we'll be even more successful than we are today.